Renault Antwerpen. De auto's van stad. Gouverneur Cathy Berks blijft volop bezig om een streefbeeldstudie uit te werken voor de Antwerpse mobiliteit en de Oosterweelverbinding. Na haar tussentijds rapport aan minister Krevits zet ze haar werkzaamheden nu verder in 9 verschillende werkgroepen. Dus er zijn nog een aantal conflictpunten en ook vooral kijken naar, als je een aantal ingrepen doet, dan heeft dat een impact op hoe het verkeer zijn weg zoekt, eventueel naar andere verkeersassen. En dat moeten we heel goed in beeld hebben, daar moeten we heel goed naar kijken dat de problemen die je mogelijk veroorzaakt door een aantal infrastructuuringrepen niet groter zijn dan de problemen die je oplost. Bij die werkgroepen of workshops worden de gemeentebesturen uit de rand betrokken, maar evenzeer de stad Antwerpen. Vooral over de R11 zijn en blijven er nog conflicten. De stad Antwerpen vreest meer verkeer op de Bisschopnoflaan bij de aansluiting met de ringweg. Maar ook de actiegroepen uit de rand zullen hun grieven kunnen komen uiten. Maar ik vind het ook heel relevant om datgene wat er zondag is getoond, protest rond Klein-Zwitserland, het aansnijden van die berm, om ook dat verder met de mensen zelf, met de betrokkenen zelf, met de administratie, met ons ook in een workshop verder aan te pakken om te zien hoe we met die problematiek kunnen omgaan, hoe dat we dat toch zo goed als mogelijk kunnen aanpakken en oplossen, zodat er ook daar een bredere draagvlak ontstaat voor de infrastructuuringrepen. Wanneer de gouverneur haar studie voor de Vlaamse regering klaar zal hebben, dat blijft onduidelijk. Cathy Berks zegt daarvoor de nodige tijd te vragen.